Om kanker makkelijker bespreekbaar te maken, heeft de stichting Pink Ribbon een muziektheatervoorstelling geproduceerd. Het stuk heet Mohini, Fighting Against Time en wordt opgevoerd in Theater Thalia. Mirjam Irvin May, bestuurslid van stichting Pink Ribbon, zegt dat de stichting al lang het idee had om zo'n theaterstuk op te voeren. Praten over kanker is nog steeds moeilijk. Dus de stichting hoopt door middel van dit theaterstuk het onderwerp makkelijker bespreekbaar te maken. Irving vertelt verder waarover het stuk gaat. Mohini gaat over een mevrouw van in de 50 die dus de diagnose borstkanker krijgt. En wat Mohini wordt gespeeld door Helian Teredan, wat ze dus laat zien, is eigenlijk het proces wat ze doorloopt vanaf het moment dat ze dus die diagnose krijgt. En je kan je voorstellen dat het een hele heftige diagnose is. Er gaat van alles door je heen. En dat laat zij zien op een hele mooie manier, op een creatieve manier. Dus door middel van spraak, maar ook door middel van zang. Irvin zegt dat gisteren de eerste voorstelling is geweest voor scholen. De opvoering van vandaag is voor de pers en de bewoners van verschillende bejaardentehuizen. Irvin geeft aan dat de stichting al 7 jaar bestaat, maar dat er nog veel gedaan moet worden aan de bewustwording van de gemeenschap als het gaat om kanker. Waarom hebben we voor de senioren gekozen? Nou, omdat borstkanker het meest voorkomt onder die groep, onder de 70-plussers. Dus om duidelijk te maken aan iedereen, maar ook aan hun, dat zij beter op zichzelf moeten letten en alerter moeten zijn. En als ze iets voelen dat niet oké is, dat ze dus ook naar de arts kunnen stappen. Dus ja, het is een ontzettend belangrijke doelgroep voor ons, omdat dat ja, de grootste groep is. Maar de jongeren... Wij geloven heel sterk in preventie en het voorkomen van borstkanker. Daarop hebben we dus ook ingezoomd. Dus vandaar dat we deze groepen hebben uitgelicht en speciaal hebben uitgenodigd om tegen een gereduceerd tarief de voorstelling te bezoeken. Er moet nog heel veel gebeuren en dat hebben we ook middels dit stuk. Het komt ook wel erin terug hè, dat dat onderwerp toch moeilijk bespreekbaar is. Het is eng, het is niet leuk. Het is een ziekte die heel grillig verloopt. Je kan het surviven, maar je kan er ook echt aan doodgaan. En wat wij willen bewerkstelligen is, weet je, als je er heel vroeg bij bent, dan hoef je niet eens zo ziek te worden. Dan is de kans op genezing ontzettend groot. Dus dat is waar wij voor staan. De preventie. Let op jezelf en ga niet, wacht niet. Wacht niet als je merkt dat iets niet klopt. Stap gelijk naar de arts en laat het verder onderzoeken. Want als je te lang wacht, dan zit je in een te laat stadium. En dan is de kans op genezing een stuk kleiner. Mirjam Irving May, bestuurslid van de stichting Pink Ribbon. Ze sprak vanmorgen over het theaterstuk Mohini Fighting Against Time. De voorstellingen worden gehouden in Theater Thalia.